Hoi, welkom bij Vlakmuis Day 2. Vandaag neem ik jullie mee naar een etentje met vrienden en een sleepover. En we zijn met z'n achter, dus ik ben heel erg benieuwd. Iedereen heeft wat te eten meegenomen. Dus ik dacht, ik neem mijn camera ook mee. Zullen jullie eerst laten zien wat ik aan heb? Ja, omdat het licht nu heel slecht is, zie je het niet zo heel erg goed. Maar dit is een zwart jurkje van Only, met transparante mouwen. Het is een jurkje tot ongeveer de knieën, of iets boven de knieën. Ken je die mensen die dan... Dit is Stephanie die er... Hallo! En dan de Stephanie! Dat is mijn wijn. Wie heeft mijn wijn? Wie heeft mijn wijn? Dus hartstikke gezellig. Wie heeft mijn wijn? Die zit hier zo wel. Als mijn wijn. Wij gaan nu afspreken. Jij bent... Stef. Nee, ik ben... Nee, ik ben niet met de Stef. We hebben Steve en we hebben Steve. Ik ben afgepast. Ik ga je niet meer zullen we hier een andere groep. I am just your mother! Maar ze mag er overal! Dismissed! Volgens mij zijn wij de enige twee normale. Ja toch? Zeker! Dit is trouwens Cheryl. Als je het gewoon iedereen geel! Wat moet je zeggen? Wat voor spel spelen wij? Oké, dus iedereen is helemaal gek geworden op de een of andere manier. Dit is Cheryl en die andere Stephanie en Stephanie. Welkom in de laatste anderhalve maand dat ik in dit huis zit. Laatste etentje. Niet huilen, hè? Niet voor het uitzicht. It will soon be gone. Gefeliciteerd met je huis. Yay! Gefeliciteerd met alles. Yay! Zo, ik ga voor de grote cadeau spelen hoor. Oh ja, ik wil ook zo'n bon hebben. Ik mag mijn eigen bon gewoon niet winnen. Nee, zeg van jou. Naar rechts. 4. Cadeau afpakken. Ja, zeker voor Kylie. Oh, ze weet precies welke ze pakt. Jij moet gooien. Oh nee, wie moet er nu? Steve weer. Oh ja, ik weer. Dan hoef je eens af te pakken, hè? Ach, wij. Cadeautje ruilen met iemand. Nee, met je cadeautje toch? Nee, 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 geen nut. Oh. Ik weet niet, maar volgens mij zijn er mensen die meer hebben. Ik zou op de plek van Kylie gaan zitten. Ik zou op die plek gaan zitten, op de plek van Kylie, Cheyenne. Als je nog een advies nodig hebt. Kom op, anders kunnen we niet verder. Ja, je zit hier op de grond echt heel pijnlijk. Maar hij zou ook op een stukje kleed liggen. Echt merken. Ga zo naar bed. Nou, Shay, welke plek neem je? Ach, nee. Oh, ja, zodat zij het irritant vindt.
niks nu. Ja, wij trekken je weer in het spel. Jammer. Kom maar. Kom. Hup, opstaan. Nee. Laat je cadeautjes maar liggen. Zo. Dit is echt heel gemeen, hè? Ik voel met je mee. Echt, deze hele ruimte is tegen mij. Dus al die cadeautjes zijn nou voor Shai. Ik heb er nu drie. Maar die zit bij mij. Maar wat de fuck heb jij hier? Nee, dit is een kaarpot, hè? Ik heb wel een minis. Heb je zo? Oh. Nou, jongen. Oh, dit is echt heel leuk. Dit is echt serieus. Dit is echt met de andere hand. Het is een koek of zo. Oh, het is voor mij ook afgelopen. Oké, kan en dan hier nog wel. Vijf. Ruilen. Als we niet in het huis zitten. Dat is wel. Hallo. Je negeert mij. Mijn cadeautjes. Kasma. Hoi Kasma. Hoi Kasma. Hoi. Nee. Niet? Nee. Zo, lekker ontbijtje. Oeh, ja, we hebben nog een halve kies over. Oh, dat is ook lekker. Ja, ik zou het gewoon oh, wat slim van jou. Oh, ook zo lekker. Ik ben zo slim. Ja, ik weet het toch. Alleen niemand die ziet dat. Ik zelf soms ook niet. Nou, ik zal ervoor zorgen dat iedereen het weet. Zoals jullie gezien hebben, is het etentje heel gezellig geweest. Ik heb niet alle beelden gebruikt die ik heb gefilmd. Ik heb wel natuurlijk heel veel meer gefilmd, maar... Sommige beelden wilde ik toch gewoon voor mij en mijn vriendinnen houden. Ik denk wel dat jullie een goed beeld hebben van hoe ons kersteten is geweest. Het spel dat we tussendoor deden was het dobbelspel. En waarschijnlijk kennen jullie het wel, maar ik had nooit van het dobbelspel gehoord. Mensen die mij heel goed kennen weten dat ik echt wel een hekel heb aan spelletjes. Ik hou helemaal niet van spellen. Ik vind het verschrikkelijk. Ik praat veel liever en dat weten ook de meeste mensen wel. Of ik luister liever naar muziek en kijk een film of een serie. Maar spelletjes, nee, vind ik normaal verschrikkelijk. Maar eigenlijk vond ik het dobbelspel best wel leuk. Voor degenen die het spel niet kennen, er zijn drie rondes. En een eerste en tweede ronde, in ons geval dan, waren alle cadeautjes nog ingepakt. En mag je dus een cadeautje pakken, cadeautje terugleggen, cadeautje jatten, ruilen. En weet je niet waarvoor je eigenlijk speelt. En pas in de derde ronde worden alle cadeautjes uitgepakt. En weet je dus voor welke cadeautjes je wel speelt. En er waren een paar die waren extra in trek, zoals de fashion check en een boek, cadeaubonnen en nou, dat was hartstikke leuk. Iedereen moest een leuk cadeautje en een gek cadeautje kopen. En ik heb er uiteindelijk vier cadeautjes overgehouden. Eén cadeautje kan ik niet laten zien, want dat is een kussentje met een ijsbeer erop. En die heb ik aan Blanche gegeven, het hondje van mijn ouder. Die is er zo gek op dat ze het kussen nu al niet meer met rust laat. Dus ja, dat kan ik niet laten zien, maar ik heb nog een paar andere leuke cadeautjes. Deze eend is niet alleen een eend, maar dus ook een spaarpot. Ja, en ik had nog geen spaarpot, dus best wel handig. En ik vind deze eend gewoon ook heel erg leuk. Ik denk dat ik hem in een badkamer ga zetten. Ik denk dat hij daar wel een leuk plekje kan krijgen. Dan heb ik gekke snorretjes. Zijn er alle maten, alle kleuren van de HEMA. Oh, zo zie je het beter, dat staat het dichterop. En... Nee, ik denk dat ik hier nog best wel wat mee kan eigenlijk. Met foto's en misschien filmpjes. En dan kan ik wel wat gekke dingen van maken. Dat vind ik eigenlijk wel heel erg leuk. Ik was degene die dus het boek had. Het boek met alle antwoorden. En nou, dat boek wilde ik echt heel graag hebben. En achterop staat ook het ideale boek waardoor je nooit meer om een antwoord verlegen zit. Nu zit ik dat al niet zo heel erg vaak. Maar ik vond het best wel heel erg leuk. Nou, als voorbeeld... Ik zag vanmorgen een video van al pinguïntjes en ik ben gek op pinguïns. Vandaar zag ik een pinguïntrui. En mijn vraag was dus, krijg ik ooit een pinguïn? Ik zal nu vast een ander antwoord krijgen. Ha! Het wordt fantastisch, staat er. Nou, dus ik ga er dan vanuit dat ik wel een pinguïn krijg. Dank je, degene die het boek heeft gekocht. Ik vind het echt superleuk. En ook bedankt degene die de eend heeft gekocht en het kussentje en het snorretje. Is hartstikke leuk. Zelf had ik een cadeaubon van de Bijenkorf. En als gek cadeautje had ik een knuffeltje van Olaf uit Frozen.
En daar was ik zelf ook helemaal gek op. Mijn zusje is uiteindelijk degene die dat cadeautje heeft. En mijn zusje had een cadeaubon voor Issy Paris gekocht. En een nachtlampje van een Minion. En zij is ook degene die de Minion heeft mogen houden. Nou, we hadden echt hartstikke veel eten bij ons. En we hadden hele mooie cupcakes. Ik weet niet zeker of ik ze gefilmd heb. Volgens mij wel. Met sneeuwmannetjes erop. Ook penguins. Candy canes. Het waren echt hele mooie cupcakes. Hartstikke lekker. We hadden ook een chocoladetaart die een van mijn vriendinnen had gemaakt. En die hebben we gewoon niet opgegeten. Omdat we zo vol zaten van alle andere dingen. En we hopen dus dat we over een paar dagen alsnog die taart kunnen eten. Dat die nog helemaal goed is. Wordt netjes bewaard in de koelkast. En als het goed is, degene die hem dus bewaart, Stephanie, jij dus. Die blijft er vanaf, hoop ik. Dus dan gaan we over een paar dagen nog een soort van Sinterkerst oud en nieuw doen. En nou, dat wordt er hartstikke gezellig. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om mee te kijken naar ons kerstdiner. Of nou ja, diner, ons kerstetentje. En ik heb de sleepover niet gefilmd uiteraard. Maar we hebben dus 's nachts nog wel Step Up 3 gekeken. Totdat Netflix ermee uitscheen. Toen zijn we naar bed gegaan om 3:30. En Cosmo die werd 7:45 al wakker. Om 9:00 stond ik in mijn pyjama met jas eroverheen al buiten. En dus dat was een beetje vroeg. En daarna moest ik ook nog werken. Dus nou, 5 uurtjes slaap. Maar ik heb het gered. Ik hoop dus dat jullie deze video leuk vonden. Zo ja, geef een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Jullie krijgen hierna nog 3 video's voor Vlogmas. En volgende week komt er ook een extra video. En dat gaat over een heel leuk evenement dat begin volgend jaar is. En daar ga ik jullie alles over vertellen. En ik mag alvast een paar geheimpjes verklappen. Dus zeker kijken, dat is aanstaande maandag. Doei!